De SGP blundert met kritiek op een poster met zoenende vrouwen die op de poster helemaal niet te zien zijn. Goedenavond en verder. Koninklijk bezoek in Harderwijk, waar de koning twee bedrijven bezocht. Maar mijn supreme, dan ben je wel heel gezond gespannen. En evenementen in Doesburg zetten alles op alles om nieuwe vrijwilligers te werven. Een blunder van de SGP in Gelderland. De partij liet weten grote moeite te hebben met de posters van een datingsite waar twee zoenende vrouwen op zouden staan. Maar wat blijkt, er staan helemaal geen zoenende vrouwen op de posters. Met D66-statenlid Celine Blom gaan we in Garder op zoek naar de SGP-gevraakte poster waarop zoenende vrouwen zouden staan. Geen bushalte gezien, hè, met de poster? Nee, jammer. Jammer, ik zou die posters graag even bekijken en ik vind het juist een heel goed punt als ze er wel hangen. En dan meldt de datingsite die de reclameafbeeldingen verspreidt bij de bushaltes op de Veluwe dat er geen zoenende vrouwen zijn afgebeeld op de reclamecampagne. Wij willen stelling nemen tegen de beweringen dat op de reclameposters van novamora.nl zoenende vrouwen staan getoond. Dit is feitelijk onjuist. Bovendien richt Novamora zich zowel op singles als op stellen. Want er zijn geen posters met zoenende vrouwen. Wat wilt u daarop zeggen? Nou, dan zeg ik dat. Dan maak ik mijn excuus daarvoor. Ze zouden zich op foute informatie hebben gebaseerd. Toch blijft de gereformeerde partij bij hun standpunt dat ze geen reclameuiting willen in bushokjes die in bezit zijn van de provincie Gelderland. Daarom trekken ze vragen die ze daarover gesteld hebben aan de provincie niet in. Nou, dat de provincie die reclame weg, of zorgt dat die reclame weggehaald wordt. Ja. Wij vinden dat datingsites niet moeten en zeker de overheid daar geen reclame voor moet maken. Uiteindelijk gaat het om deze poster van het datingsbedrijf. Die veroorzaakt alle ophef. Op de busposter zien we een vrouw die waar boven staat daten voor passie, daaronder staat voor singles en voor stellen. En wat vindt u ervan? Ja, wij zijn erop tegen. Wij baseren ons al 100 jaar op Gods woord en die is heel duidelijk over relaties. Binnen een relatie moet je niet uitnodigen dat er een ander binnenkomt. Dat gaat verkeerd. We zijn heel erg geschrokken, want hoe kan dat nou? In Nederland mag iedereen van elkaar houden. Mannen van mannen, vrouwen van vrouwen. En wij vinden dat in Gelderland iedereen zichzelf mag zijn. En zeker op de Veluwe is het goed dat daar ook aandacht voor is. Dus wij vinden het helemaal niks. Nu is het afwachten hoe de provincie reageert. Nog nooit was er zoveel werk in Gelderland. Ruim 1 miljoen banen. Een groei in het afgelopen jaar van 2,4%. Dat heeft de provincie vandaag bekendgemaakt. En daarmee doet Gelderland het net iets beter dan het gemiddelde van Nederland. De flinke groei van de werkgelegenheid zorgt in sommige sectoren, zoals de zorg, wel voor problemen. Vacatures kunnen soms langere tijd niet ingevuld worden. Zo heeft het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen 800 banen beschikbaar. Kijk op onze site gld.nl voor de exacte werkgelegenheidscijfers in uw eigen gemeente. Geen alledaagse dag voor werknemers van twee bedrijven in Harderwijk. Ze werden namelijk verrast met een werkbezoek van koning Willem-Alexander. Zo, goedemorgen. Vol trots laat Henry Joustra aan de koning zijn bedrijf zien, waar ze oude meubels weer als nieuw maken. Het is geen alledaagse kost, de koning op bezoek. Maar mijn supreme, dan ben je wel heel gezond gespannen. Aan de kant, de koning gaf meteen al een goed gevoel van ik waardeer dat ik hier ben. Het is heel, heel betrokken, heel persoonlijk. Hij boeide zich voor het vak meubelstofferen, daar stond hij voor open. En vooral voor het herstofferen. Het is ook gewoon een mens, dus zo spannend vind ik het nou ook weer niet. Maar het is wel eens interessant om iemand op die niveau tegen te komen. Ook dit high-tech bedrijf, wat geautomatiseerde lasapparaten maakt, bezoekt de koning. Na een korte pauze laat hij zich uitgebreid rondleiden. En dan gaat het weer op huis aan. Ik denk dat dit wel een van de belangrijkste dagen in mijn leven is geweest. Ja, het is uniek, het is fantastisch, hier worden we trots op. En we worden een beetje bekroond om wat we zijn en wat we doen hier. Daar ben ik echt heel, heel, heel dankbaar voor. Veel evenementen in de regio luiden de noodklok wegens gebrek aan vrijwilligers. Zoals de Doesburgse Hanzefeesten en de Kerstmarkt. Zonder extra hulp dreigen dit soort festiviteiten te verdwijnen. En daarom hebben ze in Doesburg de evenementenproeverij bedacht.
20 organisaties presenteren zich hier in de hoop mensen warm te maken om vrijwilliger te worden. Goedenavond, u komt zich aanmelden als vrijwilliger voor het Hanzefeest. Zie ik dat goed? Elke stichting of vereniging probeert op zijn eigen manier mensen te trekken. Want de nood is hoog in Doesburg. Wij hebben met z'n allen natuurlijk in december een noodkreet richting de gemeente uitgezonden. Een brief gestuurd. Nou, die heeft ook in de krant gestaan. Dus daar was best wel even wat over te doen. En vervolgens hebben ze mensen ter beschikking gesteld die ons gingen helpen om alles op een veilige manier het evenement te laten plaatsvinden. Maar ook om dit te organiseren. Is dit een typisch vrouwending? Nee toch? Nee hoor. De gemeente helpt de organisaties vanaf nu met bijvoorbeeld vergunningen, schoonmaak en veiligheidsplannen. Maar een groot deel ligt toch nog bij de inwoners zelf. Wil je alle evenementen houden? Ja, het liefst wel. Maar dat kan natuurlijk niet zonder die vrijwilligers. Ja, maar mensen moeten zich dat ook realiseren. Als je leuke dingen wil in je stad, wordt er ook dingen van je gevraagd. En vragen wij ook aan de mensen die hier wonen. Joh, draag je steentje bij. Doesburg zonder Hanzefeesten, dat kan niet meer. Dat vind ik al goed nieuws. Ik heb gewoon vernomen dat we gewoon mensen tekort komen. Ja. En dan vind ik zo'n avond als deze avond vind ik helemaal perfect. Doesburg is het wel, ons kent ons. Ik zie ook heel veel mensen die ik normaal niet zie. Dus ik ga ervan uit dat die potentiële nieuwe vrijwilligers zijn. Ik ga u van de week of volgende week even bellen. Prima. Bedankt, hè. Oké. De organisatie van de Hanzefeesten ziet de toekomst vooralsnog positief in. Ja, we waren eigenlijk ongeveer te zielen. En dus het is des te bijzonderder dat we gewoon nu weer bijna op volle kracht aan het draaien zijn. Welke duif willen nou niet zo'n flitsend optrekje? Deze duif in Geldermalsen is er al jaren blij mee. Wij zitten dit jaar al bijna voor het zevende jaar, daarboven in de beek. Een man uit Nijmegen is vanmorgen op de vuist gegaan met een inbreker die hij op heterdaad had betrapt in zijn studentenhuis. Hij raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie ging de bewoner achter de inbreker aan en ontstond er op straat een worsteling. De Nijmegenaar werd daarbij mishandeld met vermoedelijk een vuurwapen. De inbreker wist uiteindelijk te ontkomen. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud. Hij is licht getint en ongeveer 1,85 meter lang. Bij zijn vlucht had hij een korte, donkere, gewatteerde jas aan. De Gelderse GGZ-instelling ProPersona en de regionale zorgverzekeraars die stellen 1,2 miljoen euro beschikbaar voor de acute geestelijke gezondheidszorg. Het geld gaat gebruikt worden voor versterking van de meldkamer. Zo kan beter worden ingeschat hoeveel hulp iemand nodig heeft. Ook wordt de patiënt voortaan zowel psychisch als lichamelijk onderzocht. Het is verkiezingstijd en dus is elke politicus overal te vinden. Maar bij Forum voor Democratie is dat wel anders. Goedenavond. Arjan de Kok is de lijsttrekker voor Forum voor Democratie in Gelderland. Natuurlijk de partij van Thierry Baudet. De Kok liet veel debatten links liggen en kwam als lijsttrekker bewust weinig in beeld. Maar een week voor de verkiezingen liet hij zich zien op een avond van de partij. Wij hebben er bewust voor gekozen, voor deze avond, deze geweldige avond, om deze avond te kiezen dat ik mij aan de mensen in Gelderland voorstel, de standpunten naar voren kan brengen. En wij gaan het debat niet uit de weg, maar wij kiezen wel ons eigen moment. En dat is dit moment. Wat is een boksentesse of wat betekent zien harte boengst? Steeds minder kinderen die spreken Achterhoeks dialect. En om ze toch te interesseren voor de streektaal worden vanaf vandaag weer dialectlessen gegeven op basisscholen. Nog een paar weken. Wethouder Jos Hoenderboom leest als aftrap van Wiesneus 2019... En dan gooi je nog groep 7. Een verhaaltje voor op de Sint-Ludgerenschool in Zwolle, een dorpje in de gemeente Groenlo. Dit jaar doen 50 scholen in de Achterhoek mee aan het project. Als je plat kunt praten, moet je niet lopen. Zo denken de Achterhoekse bibliotheken er ook over, die het project uitvoeren. Want steeds minder mensen, en dan vooral jongeren, begrijpen het Achterhoeks. Dit is wel een heel bijzondere les. Want in het dagelijks leven praat ik ook geen dialect. Nee. Mijn ouders wilden mij Nederlandstalig opvoeden. Omdat mijn vader vroeger problemen mee heeft gehad met zijn dialect. Maar ja, het is natuurlijk wel zonde dat het helemaal uitsterft op zo'n manier. En dat is ook op de dorpsschool in Zwolle te merken, waar veel leerlingen het Achterhoeks niet echt meer spreken of begrijpen. Een paar weken later was de leeuw aan de kuien. Spreek je het zelf ook wel? Niet echt. Waarom niet? Ja, want het is nog best wel moeilijk. Doen jullie dat thuis ook nog? Of, Soms wel. Met mijn oma best vaak. Maar niet meer met je ouders?
Ja, heel soms. Een belangrijk onderdeel van de lessen is of de leerlingen echte Achterhoekse woorden kunnen herkennen als ze worden voorgelezen. Nou, ja, kwaad is hellig. Hellig? Ja. Klinkt ook wel kwaad, hè? Ja. Ja. En huilen, wat is dat dan? Blern. Blern? Ja. Een leuke les? Ja. En waarom is het zo leuk? Ja, omdat je kan leren plat praten. Dan een ongebruikelijke plek voor een vogelnest, maar kennelijk voor een koppel duiven de ideale plek. De letter B van een boekhandel in Geldermalsen. De duif met zijn nest is al een ware bezienswaardigheid geworden. Eigenaar Annemieke Sparla van de boekhandel gaat regelmatig even kijken of alles goed gaat met de duiven. Op dit moment ligt er één jong en daarnaast de toekomstige broertje of zusje, denk ik. Moeders is er even op uitgevlogen. Misschien even wat te eten halen voor de jong, vermoed ik zo. De duiven houden vast aan de B, want ze komen nu al een aantal jaren terug. Het vermoeden is dat de duiven de warmte van de lichtbak opzoeken. Heel verstandig. Lekker warm. En wij zijn natuurlijk best gezellig hier, hè? Geldermalsen, hè? Inmiddels is het nest een kleine bezienswaardigheid geworden. Maar nog niet iedereen heeft kennis gemaakt. Ja, ze blijft maar terugkomen. Geen flauw idee. Ik heb gehoord dat hij daar zat, maar ik zie hem niet. Dus duif is dood. Nee, nooit gezien. Nee? Hij zit er dit jaar al bijna voor het zevende jaar, daarboven in de beek. Een duif als B-artiest. En ondertussen ook nog de zorg over twee nakomelingen. Er is er al eentje uitgekomen. Zo. En de tweede, die ieder moment, kan die komen dus. Duiven die elk jaar weer terugkomen. Maar het woord postduif mag niet vallen. Het is echt onze huisduif, onze boekenwinkelhuisduif. Ja, dan gaan we nog naar het weer met Britta van Gent. Ja, weinig ruimte voor zon vandaag. Het was overwegend bewolkt. Af en toe viel er ook een beetje lichte regen of motregen. Met name vanmiddag regende het soms even wat steviger door. En er stond ook aardig wat wind. Op veel plekken toch wel een dikke windkracht 5 in de provincie. Dus een beetje onstuimig en nat weer. En voorlopig blijft dat ook een beetje het geval. De komende dagen al gaan de temperaturen wel langzaamaan weer een beetje omhoog. Nou, vandaag hadden we een tweetal storingen die over onze omgeving trokken. Vanochtend al eentje en vanmiddag wederom eentje. Daar hebben we ook vanavond nog mee te maken. Dus het blijft in ieder geval vanavond nog bewolkt met van tijd tot tijd regen. Soms regent het ook echt eventjes nog stevig door. Maar in de loop van vannacht lijkt het op steeds meer plekken droog te worden. En dan zijn er vanuit het westen zelfs een paar opklaringen in aantocht. Nou, de temperatuur die daalt tot zo'n 4 à 5 graden. Blijft vannacht ook wel stevig doorwaaien. Op veel plekken nog steeds een dikke windkracht 4 vanuit zuid tot zuidwestelijke richtingen. Nou, morgen ook nog steeds een stevige wind, weer iets aantrekkend tot vrij krachtig. Er zitten soms ook echt wel forse windstoten bij, met name bij de buien die morgen verspreid over de provincie gaan vallen. Zijn lokaal best pittige exemplaren, er kan zelfs wat hagel bij zitten, misschien zelfs een enkele klap onweer. En tussen de buien door is er af en toe ook net een gaatje voor de zon. En daarbij dan temperaturen van zo'n 8 à 9 graden. Nou, ik zei het al, de komende dagen blijft het een beetje van hetzelfde weer. Flink wat wind in ieder geval. En ook van tijd tot tijd regen of een aantal buien. Maar daarbij wel geleidelijk weer hogere temperaturen. Vanaf vrijdag komen we weer in de dubbele cijfers. En met name in het weekend is er soms ook weer een beetje zon. Dit was het Gelders Nieuws. Meer nieuws op onze app en site gld.nl. En daar kunt u onder andere lezen waarom het college van Nijmegen tegen een inzamelpunt voor drugsafval is. Fijne avond verder.